Monsieur, je peux vous aider? Je ziet het misschien niet aan mij, maar ik kom uit de gemeente waar Vlamingen thuis zijn. Mon dieu, de misère is dat ze niet kunnen thuis blijven. Enfin, wat is het? Op de vierde verdieping meneer... zou ik het... Kom. C'est pourtant Flamand, cela? Vier. Oh, meneer is plezant. Het loket. Roepen, dat kun je thuis doen. Hier in Brussel roepen wij. Enfin, wat was de vraag ook weer? Het loket op de vierde verdieping van de dienst, rechtspleging en kosten. Là. Oui. Non. Wat? Non, je dis. C'est trop tôt. Dat ik u niet versta, hè vriend? Zelfs dan niet, mon dieu, l'horaire est affiché, visiblement pour le public dans la proximité du guichet. De uurregeling is aangebracht in de ogen van het publiek, in de nabijheid van het loket, là. Daar heb je hem weer, de perfect tweetalige verfranste Vlaming. Là, 9 uur. Ik hoop dat je thuis de horloge net mogen leren lezen. Ja, ik zal eens aan de arbeid schieten, sir. Jongen, dat ABN laat dat maar eens, zeg. Ik ken u zo niet. Ach, ik moet van mijn Adelbert dat spreken. Hij moet van zijn Adelbert dat spreken. Ja, en jij moet daar niet met lachen. Ik lach daar niet met. Mijn Adelbert heeft me dat heel ernstig gevraagd, hè. Maar ik heb hem direct gezegd, dus ik heb me er allemaal mee ontlachen op de brouw. Maar hem dat direct op, hè. Laat ze maar lachen, papa. Dan zijn dat ook maar mensen met een gebrekkige beschaving. Oh. Ja, en laten we naar rusten, want ik heb me last genoeg met mijn zoon de listen te houden. Hij houdt hem slecht roodslagen op het schuilse. Omdat hem klaagt van een gebrekkige vader, helaas. Oei, 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 oei. Maar ik heb geen moeder in mijn oos gezien, mannen. Ik heb er altijd serieus mee gelachen, hè, maar... Maar nou begin ik er toch terug ernstig over na te denken, ze van... Ja, van te hertrouwen, hè. Jongen. Nee, Carolineke, nee. Ga zeg je moedertypes, hè. Oeh. Ja, zeg. Te vroeg. We zullen zien. Geklopt, meneer... De Grijs. Meneer De Grijze, geklopt. Ze horen het. Wat doen ze? We zullen zien. Tu vois? Daar staat een stoel. Doe maar alsof je thuis zat. Zeg, Jean. Heeft Thierry zijn pa niet gezegd waarom dat hem niet komt werken? Of dat hem ziek is of zo? Ja, de kinkoest. Nou, allez, zeg, Jean, toe serieus. Nee. Zaterdagavond verlovingsfeest bij de ouders van zijn toekomstige. En nu moet hij thuis blijven om een nieuw kostuum te gaan kopen. En om de uitnodigingen te schrijven en zo. En om een bad te nemen. Allee, plaag dat meske nou toch zo niet, Jean. Nou, ik zeg, geloof je daar toch niks van? Ja, ik moet iets vragen, iets speciaals. Ah, meneer Percé, ik heb hier een brief... Verrast hem over, ik ben bezig met spreken. Oh, excuseer, Percé, ik had niets gehoord, hè. Luister, waar het om... Al dat gemummel hier de laatste dagen... Ja, maar blijf maar hier, jij moet het ook weten. Kom, luister, wat ik wou vragen... Zeg, Percé, ga wij toch de wachter staan met dat dossier hier, hè? Ja, van Jessen, ik ben bezig met spreken. Oei. Ja, maar blijf maar hier, jij moet het ook weten. Kom, luister eens, hè. Wat ik wou vragen, hè. Als er telefoon voor mij komt, hè. Ik ben er niet, hè. En dat we achter staan van Jens, dat weet ik, hè. Dus, je bent er niet? Alleen voor de minister en voor de directeur-generaal. En voor uw verloofde, meneer Percé, uw madame Zulma? Dat heb je wel gehoord, hè, verraste oven. Luister, jongen. Om eerlijk te zijn, hè. Ik wil haar niet aan de laan hebben.
Oh, ja. Heb je dat gemaakt, Percé? Al twee keren, Jean, maar ze laat me niet gaan, hè. Oh. En nu wil ze ons officieel verlovingsfeest samen vieren met de eerste commune van de klaar, alleen van Joske, de klaar. Twee feesten in één, alleen. Ja. Ja, en officieel, dat is onomkeerbaar. Ja, want daar heb ik schrik van, hè, Jean. Huh? Ja, maar het zijn wel twee feesten die moeilijk met elkaar in overeenstemming zijn, hè. Nou ja, het een, een zuiver kinderfeest en het ander... Onzuiver. Ja, dat zou ik nu niet durven zeggen, maar het gaat wel die richting uit. De aard, ja. Wel, ja. Ja, dat heb ik haar ook gezegd, joh. Dat zal dan zijn om de kosten uit te sparen van twee feesten, zeker. Huh? Zeg, verrast dan over die Israker dan ga, hè. Ja, waarop wacht hij dan nog, Begori? Dat is een stipje. Ja, dat is geen goed teken, hè.